Leerkrachten aangesloten bij de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren Col en de actiegroep Bisastree zijn vanaf vandaag in een sit-down actie. Dit is besloten op een algemene ledenvergadering in het gebouw van de Algemene Bond Overheidspersoneel ABO. Trekker van de groep Bisastree, Meredith Hoogdorp, geeft aan dat het nog niet vastgesteld is vanaf hoe laat de actie dagelijks aanvangt. Onze actie is, je gaat naar school en je legt je pen neer. We werken niet. Vanaf vandaag hebben we een sit-down actie. Hoogdorp merkt op dat er morgen een gesprek is met de minister van Onderwijs. Volgens ABO-bondsvoorzitter Hugo Blanker zijn de leerkrachten boos, vooral nadat zij vernamen dat hoge regeringsfunctionarissen in aanmerking komen voor 50% koopkrachtversterking. De afspraak die we maken is dat wij morgen ingaan op het gesprek met de minister, met het ministerie van Onderwijs. Intussen blijven we in koolverband beuken op voorzitter van die bespreking. En wij hopen vrijdag. Kunnen we hier een principe afspraak maken? Ja. Wij hopen vrijdag om 10 uur weer hier te zijn of op een andere locatie. Want misschien moeten we zitten gemoet gaan ook. Dat kan ook. Blanker geeft verder aan dat de leerkrachten alle informatie die zij vandaag hebben gekregen kunnen doorspelen aan hun collega's. De vakorganisatie verwacht dat de groep gaat aanzwellen.